Welkom terug in een nieuwe Minecraft tutorial. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dit awesome item sorteersysteem moet bouwen en hoe het werkt. Oké, okay, ik weet, het ziet er een beetje overweldigend uit. Maar geloof me, aan het einde van deze video weten jullie allemaal heel erg goed hoe dit allemaal werkt, hoe je het moet bouwen. En hoe je items moet toevoegen. En daar begin ik mee. Hoe moet je items toevoegen? Want dit systeem is niet alleen maar je bouwt het en het is altijd die grote. Nee, je kunt gewoon uitbreiden. Dus als je in je Survival-wereld begint met oké, okay, ik wil 20 items uitsorteren. Dat die altijd goed in de chest komen. Dat ik weet waar die liggen. En je bent twee weken verder, real time. En um, je hebt er nog eens 20 bij. Dus je wilt eigenlijk 40 items kunnen sorteren en zorgen dat ze altijd op dezelfde plek liggen, zodat je ze makkelijk kunt pakken en niet hoeft te zoeken elke keer dat je iets nodig hebt. Uh, op dat moment uh, plaats je gewoon 20 van deze extra uh, modules extra erbij, zodat je in totaal 40 van deze modules hebt. Oké, okay, en als eerste ga ik jullie nu dus laten zien hoe je een item moet toevoegen. Zoals jullie zien, ik heb hier nu redstone, hoppers, maar ik wil ook nog... Pijlen, oftewel arrows, wil ik ook nog uitsorteren. Ik heb nu hier een hele stack arrows in mijn hand. Dat heb je niet allemaal nodig. De hoeveelheid uh, van het ding, van de item, dat je sowieso nodig hebt om dit systeem te laten werken, is 23. Je verliest op het, op het moment dat je een item wil gaan sorteren, met dit systeem, verlies je 23 van het item. En hoe dat komt, ga ik, nu, ga ik jullie nu laten zien. Even checken, ja. Um, je hebt hier je hoppers. Um, die gewoon de items vanaf de input helemaal uh, naar het einde toe verplaatsen. Die wil je dus zorgen dat die allemaal die richting op wijzen. Um, en dat werkt doordat een hopper um, altijd rechtdoor zal gaan. Tenzij die naar beneden kan. Op het moment dat die zo aan elkaar is gemaakt. Maar goed, ik ga nu niet verder praten over de hoppers. Hoe die werken. Uh, dat is misschien voor een andere keer. Of gewoon op de Wikipedia pagina van Minecraft. Um, maar de eerste rij hieronder van de hoppers. Dat is dus het sorteersysteem. En zoals jullie hier zien. De eerste was Redstone. De tweede is nu hoppers. En nu ga ik deze opvullen als eind de arrows. Zoals ik al eerder zei, ik begin met 23 pijlen. Die pak ik zo. En uh, je, je pakt het dus op. En je klikt met je rechterbuisknop op dit meest rechte vlakje. En je houdt je rechterbuisknop ingedrukt. Hierdoor wordt het opgevuld. En dan uh, klik je met je linkerbuiskroop gewoon op dit meest linker plaatje. Zag je jullie eerst 19 staan en nu 18? Dat komt omdat één van die arrows nu hier omlaag is getreden. En dat is hoe het systeem werkt. Op het moment um, dat hier meer dan 18 items in zitten. En er kunnen alleen maar arrows in zitten, um, wordt het Redstone signaal zo sterk. Dat deze torch geinverted zal worden. En dat is hoe het systeem werkt. Wanneer er dus 18 of minder items in deze hopper zitten, is het redstone signaal zo zwak dat deze torch aan zal gaan en deze hopper zich zal afsluiten. Op het moment dat je uh, meer dan 18 items in deze hopper hebt zitten, wordt het redstone signaal sterk genoeg om deze torch uh, weer gewoon uh, niet aan te laten staan, waardoor deze hopper alle items door laat gaan. Nou, voor de mooi zet ik nu hier ook even een pijltje in, zodat ik weet dat in deze chest de pijlen zitten in deze chest de hoppers en in deze chest de redstone. En nu vragen jullie nou allemaal af, maar Frank, je zegt natuurlijk wel allemaal zo dat het zo werkt. Maar werkt het ook echt? En dat zal ik jullie nu laten zien. Deze chests zijn op dit moment allemaal leeg. Ik heb hier heel wat items. Ik heb van elk item heb ik hier 16 uh, stuks. En die ga ik allemaal hier in de chest gooien. En uh, dit is een trapped chest. Dus dit uh, werkt met redstone. En wanneer je dus een trapped chest op een hopper zet... ...doordat hij een redstone signaal afgeeft wanneer hij geopend is... ...wordt de hopper afgesloten. Dit werkt dus heel goed voor dit soort systemen. Want wanneer je het erin gooit, wordt het niet direct weggezogen. Uh, dus zou je, als je per ongeluk het verkeerde doet... Um, ...kun je het ook weer terughalen. En om te laten zien dat het werkt... Ga ik een beetje her en der deze items hierin stoppen. Wanneer ik deze kist dicht laat gaan, gaat het item sorteren. Oké, okay, als het goed is, is nu ongeveer heel het systeem uitgesorteerd. En zoals ik eerder al zei. Ik heb van elk ding, dus van redstone hoppers en van pijlen, heb ik er 16 stuks in die kist daar gegooid. Dus als het goed is, zitten nu in elke kist 16 stuks. En voor redstone is dat zo, hoppers is dat zo, en pijlen is dat ook zo. Ik beloof jullie, ik heb dit niet gewoon zo gedaan. Dit systeem is op zich best bekend. Er zijn al vele YouTubers die hier een video van hebben gemaakt. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een Nederlander hier een video over zien maken. En mocht het zo zijn, ik heb het nog nooit gezien. Dus ik dacht, dit is op zich wel een goed ding om even de video over te maken. Dus jullie hebben nu gezien dat het werkt. Maar natuurlijk ook, als ik er nog eens 25 in gooi, dan gaat het ook werken. En je kunt nu hier zien dat het gaat optellen. Maar, omdat ik hier ook een trap chest heb neergezet. Uh, omdat je dan chest naast elkaar kunt zetten. Um, moet ik deze niet openen terwijl het wordt gesorteerd. Want dan werkt het niet. Dus als jullie er zagen, die torch was net uit en die is nu weer aangegaan. En dat betekent dat het niet wel gesorteerd is. En nu zitten er 16 plus 25 pijlen in. En dat komt natuurlijk uit op 41. Oké, okay, dan. Dan ga ik jullie nu even laten zien hoe je zo'n module als dit moet bouwen. En wat voor resources je daarvoor nodig hebt in survival. In Survival heb je, als je het zo boven de grond plaatst, heb je nodig 5 bouwblokken naar keuze. 1 repeater. 1 comparator. 2 stukjes redstone. 1 redstone torch. 3. 3 Tree. Drie hoppers en een chest. Uh, ik ga het nu niet in Survival bouwen, omdat het gewoon uh, wat ma veel makkelijker is om het in Creative te bouwen. Maar goed, dit is wel volledig te bouwen in Survival. Daarom is dit ook een lekker systeem, omdat je in Survival je items kunt sorteren. Dus laten we gewoon maar beginnen met het bouwen. Oké, okay, om te beginnen wil je een vorm maken. Zoals dit. Dat bovenste blokje doe je er nog iets in. Omdat daar de redstone repeater komt die met één klik moet. Op dit moment zou het geen probleem zijn om vanaf de zijkant ertussen te komen. Maar als je een hele reeks van 40 hebt. Ja, bij de buitenste twee kun je komen. Maar bij de middenste 38 kun je er niet bij. Dus als je dan begint tot het bovenste blok. Kun je eerst al je uh, repeaters goed zetten. En daarna gewoon lekker bouwen. Op dit blok doe je je redstone torch. En dan hier plaats je weer een blok. Met een kist. En je gaat er schuin achter staan. Waardoor je de hopper daarin kunt laten gaan. Dan maak je één hopper. Nou, als eerste doe je dan je Redstone Comparator. En je laat je hopper in de Comparator lopen. Dit doe je door shift ingedrukt te houden. En dan rechts te klikken op de hopper. Zodat de, hop, oh, de, comparator, zodat de hopper daarin wijst. En op dat moment moet je dus even een beetje extra bouwwerken maken. Om die extra hopper bovenop in te kunnen vullen. Deze hopper moet dus om te beginnen in een blok lopen. En als je daarna nog verder gaat werken, moet hij natuurlijk in zichzelf daarin de volgende lopen. Zoals het item van links naar rechts stroomt. Het kan ook van andersom zijn dat het van rechts naar links stroomt. Maar dat is natuurlijk let hoe je je systeem bouwt. Maar dat hebben we allemaal niet nodig. We gaan nu namelijk maar voor één module. Dus dat is nu geregeld. En dan moet je als laatste nog je redstone hier neerleggen. En dan werkt het helemaal. Oké, okay, dan nou mensen, dat was het weer voor deze video van vandaag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En dat jullie wat hebben geleerd. Mochten jullie nou zelf met iets zitten van: ik wil heel graag zus en zo bouwen, maar ik heb geen idee hoe dat moet. Laat we dan even weten in de comments of stuur mij even een privéberichtje of via YouTube of via Twitter, want daar zit ik ook en ik zit ook op Facebook. Um, maar goed, mocht je dit nou een toffe video gevonden hebben, laat dan alsjeblieft even een like achter. En ben je nog niet gesubscribed, doe dat dan ook even. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao!